It's my first time here, so... Oh, go ahead, sorry. I have no idea. I just know your sandwiches, chicken sandwiches are very popular. Kijk, dit is toch voor jou in Amerika. Wow, speechless. Zijn we. Oh, moet even nog mee. Dit is de Chick-fil-A. Aan je linkerhand kun je het zien. En Chick-fil-A staat bekend om een club sandwich. Ze staan daar ook gewoon. Ik hoorde daar al op te nemen. Maar is cool. Het is echt heel druk. Het is heel populair. En er is nog wel een rage aan de gang van. Tussen Chick-fil-A en Popeyes. Dat is echt heel populair. Popeyes was heel populair vanwege hun burgers die ze hadden gemaakt. Nou, dit is de drive-thru. En dan gaan we nu erbij. Heel benieuwd naar. Nou, ze staan ook echt al met menukaart zijn ze hier buiten op te wachten. De medewerker helpen, hè? Dan gaan ze vast je order gaan ze opnemen. Oh, ik ben echt totally excited gewoon. Leuk dat je kijkt trouwens. Waar sta je dan in de drive-thru te wachten? Aan mijn rechterkant zie je een 7-Eleven. Ook wel heel bekend. Ik denk als je GTA vaak hebt, GTA hebt gespeeld. Komt er zo vaak niet voor. Maar dat is natuurlijk Los Angeles. En we zijn nu in Kissimmee om precies te zijn. Orlando, Florida. The state of Florida. In de United States of America. Trouwens, heel gelovig. Ik vind dit makkelijker misschien. Word je misschien wat beter. Ze zijn echt heel gelovig, streng gelovig, dit bedrijfje. Want op zondag zijn ze gewoon gesloten. Terwijl alle andere ketens in Amerika meestal echt 24 uur open zijn. Elke dag, 7 days a week. 24 hours. Oh, leuk, hè? Een menukaart ook. Oh, no. Okay. How are you doing? Good, and you? Well, it's my first time here, so... Oh, go ahead, sorry. I have no idea. I just know your sandwiches, chicken sandwiches are very popular. So... this is very complicated. Oh, this breakfast. Yes, sir. Okay, do you all say normal? At 10:30. Oh, so it's 10 o'clock already? Yeah. Hey. Yeah, here since 7. Do we have just a normal club sandwich or a chicken sandwich? Number one, Chick-fil-A sandwich with biscuit and meat. What? Number one, just biscuit and meat. You want that? Just normal sandwich with chicken. Oh, you mean this? Like these ones? Yeah. No, not until 10:30. Seriously? Yeah, I know. After 10:30? No way! There'll be 10:20, but still after 10:30. Oh, wow. Then the Chick-fil-A biscuit. Mm-hmm. Meal? No, just sandwich, just a biscuit. Mm-hmm. Yeah. Well, that's it. Already in sauces. Or do we have something nice to drink? Yeah, something soft drinks, yeah. Well, you have Coke products, we have frosted coffees, frosted lemonades. We have something very typical Chick-fil-A. We have Mellow Yellow, sweet tea, lemonade, Powerade, high C. Okay, just the normal things. Coke? Nah. Nah, nothing to drink. No, just only the biscuit. Okay. And what's your name? Fabian. Alright. So your total is 296. Oh, right. Thank you, okay? Have a good day. Have a good one. Thank you. Go ahead. Okay.
jammer. Dus het is nu het is 8:10 in de ochtend. En blijkbaar hebben ze pas vanaf 10:30. Vanaf 10. Waarschijnlijk als ik door de rij heen ben en eindelijk heb betaald, hebben ze het wel. Maar ze zijn echt heel populair met breakfast. Dat wel trouwens. Want die rij is echt nu inmiddels gewoon tot aan de sidewalk. Inmiddels. Dus dan zijn ze blijkbaar heel erg onbekend. Dus het is niet erg, ik ga het gaan proeven. Maar blijkbaar is het pas na 10:30. Het is nu 8:10. En pas om 10:30 hebben ze de normale sandwiches, burgers. Maar is niet erg. Ik ga het gewoon proberen. Ik zit in die rij, ik kan het moeilijk uit. Total is $2.39, geloof ik. Ja, is niet heel spannend. Maar ik ga je niet vervelen, het is heel lang rij. Ik denk dat het best wel lang gaat duren, dus. Excited. Welcome, we're taking orders in person today. Dus klaarblijkelijk, inderdaad, staan nu in de rij. Maar blijkbaar doen ze het niet via de automaat die je daar ziet. Nee. Ze lopen echt naar je toe, ze komen naar je toe en ze. Zoals je kan zien, is het inmiddels een lange rij. Ja, je ziet ze nu niet staan, maar net vroegen ze wat ik wilde hebben. Vivian? Hey, yes. $2.96. Any sauce for the biscuit? No, that's okay. It's 2. Okay. And 1. $3. Yeah. Thank you so much. Have a good day. All right, have a good day. Chick-fil-A, jongens. Wat ga jij doen? Achteruit draaien. Okay. We gaan even ergens anders staan. Oké, wat ik nu ga doen mag officieel niet. Maar hey, fuck it. Bam, 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 bam. Even niet op keerplaats zijn. Ik moet op keerplaats doen. Stap. Zo, wat denk je dan het geluid, jongens? Ik zet hem hier even neer. Zo, even geen gepiep. Chick-fil-A, ik ben echt heel benieuwd. Hoe ze mijn naam heeft geschreven. White Sedan. Oh, wat cool. Zo kunnen ze zien. Jullie zien me niet helemaal goed, hè? Zo. Misschien zo. Oké. Hey. Je krijgt dus in een zakje, zoals je bij de McDonald's ook krijgt. En je ziet dus Fabian. Serieus? Nou echt, kom niet eens in de buurt. Drive-thru white sedan. Nou, dan krijg je dus teammember via iPad inderdaad. Hebben ze besteld, een bestelling opgenomen. Maar dus, zo kunnen ze dus herkennen hoe ze je dus, dat jij dat zeg maar bent. Nou cool, ik ben benieuwd. Chicken biscuit. Oeh yeah. Ja. Je krijgt het wrapped in een aluminiumfolie. Chicken biscuit. Nice. Reuze meel, het is echt heel heet. Goed uit hoor. Ja, zo krijg je het dan. Biscuit. Geen saus gevraagd, gewoon puur gewoon. Echt heel benieuwd naar een kip ook. Echt wauw. Leuk voor een stil zo. Wauw. Mm-mm-mm.
Wauw. De kip is echt lekker, man. Oh, wauw. Die kruiden die ze gebruiken voor de kip, is echt heel lekker. Het smaakt zoveel beter dan KFC, het is gewoon niet te vergelijken. Dit is trouwens mijn favoriete drink in Amerika. Kun je in Nederland helaas niet kopen. Root beer van Barks. Ik ben echt gek op root beer. Als je één ding wakker me voor kan maken, dan is het root beer qua drinken. Wauw. Dat is echt heel lekker. Kun je een cijfer moet geven? Maar dan ben ik nog. Ik moet nog naar Popeyes. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe Popeyes gaat smaken. Nou, als ik een cijfer moet geven. Toch een dikke vette 8,5. Ja. Bedankt voor het kijken. Denk je nou, hey, leuke video's man, ik wil nog meer zien. Kijk dan vooral verder. Ik heb nog meer video's, ook dat ik eet in Amerika, andere restaurants, bekende Amerikaanse ketens. Vergeet niet te subscribe, like en laat eventueel een comment achter, laat weten wat je hiervan vindt. Bedankt voor het kijken.